Een kraker van je welste in de kelder van de Jacks League. De nummer 17 ASWH in de witte shirts tegen de nummer 18 de hekkensluiter GVVV dat slechts 5 punten wist te halen. Maar nog erger, slechts 5 doelpunten wist te scoren. Overigens, vlak voor de lockdown wist het wel te winnen van AFC. Eerste kans van de wedstrijd, daar is het schot van Danny de Leeuw. Maar dat gaat ver naast het doel van doelman Brian Jansen. De Leeuw in de basis. Net als Tom Oostinje, die lange tijd geblesseerd was, ook hij er gewoon weer bij. Maar de punten zijn heel duur vandaag daar bij ASWH. Dit is Wissel en Wissel scoort de 1-0. Daniel Wissel, het is de 14e minuut. En hij voor de 1-0, de man geboren in Middelburg. Was speler van Goes, ging mee met Rogier Veenstra, de trainer van ASWH. En scoort hier de 1-0 in die hele belangrijke wedstrijd. Dan GVVV met Brian Jansen. Och, wat doet hij nu? Jansen doet wat raars. Die vangt daar een speler op, Mats Grotenberg. En dat betekent dat scheidsrechter te Kloeze besluit tot het geven van de strafschop. Heeft dan overleg met zijn assistent. Dan zoekt hij de kaart, die komt uit de kontzak. En dat betekent dat Brian Jansen mag vertrekken. De assistent geeft het advies. Dit is Sjoerd van der Waal, dit is een assistent trainer. En ook hij mag vertrekken. En dat betekent dat we dus een nieuwe keeper zien. En dat is Stefan Kok. En die heeft geen schijn van kans bij de strafschop die genomen wordt door Adham El Idrissi. 32e minuut. Hij met de gelijkmaker. Doelman gaat naar de verkeerde hoek. El Idrissi is dus heel belangrijk. ASWH, wat kan het? Een van de beste spelers vertrok bij ASWH. Admiraal, Luc Admiraal, die ging naar Excelsior. En dat is een aderlating. Rogier Veenstra, de trainer, verlaat de club aan het eind van het seizoen. En heel veel andere spelers hebben aangegeven dat zij ook Hendrik Ido Ambacht zullen verlaten. Maar er is nog een kunstje te klaren. Dat is in de tweede divisie blijven ofwel in de Jack League blijven. Het schot komt van ver. En dat is van de nummer 25, Najim Haidari. Maar gaat over het doel van doelman Jan van Willigen. Tweede helft dan. Overtreding. Forse overtreding weer. Gele kaart voor de doelpuntenmaker Daniel Wissel. En zo heeft Jurgen de Kloeze, de scheidsrechter, zijn handen vol aan deze wedstrijd. Hier is het Hens. Ja, dat is Hens. Lars ten Tijje is het. De invaller die daar met de hand de bal speelt. En ten Kloeze pakt alweer uit de kontzak de rode kaart. En dus moet ten Tijje ook vroegtijdig het veld verlaten. Is het 10 tegen 10. En de strafschop dus voor de thuisploeg. Weer is het Wissel. Wissel. En doelman Van Willigen zit wel in de goede hoek, maar is te kort met die arm. Van Wissel maakt zijn tweede. Een hele belangrijke goal voor ASWH. Betekent de voorsprong voor de nummer 17. Dat als het wind uit kan lopen bij GVVV, dan wordt het gat maar liefst 7 punten. Bij de tweede paal. De poging voor de kopbal. Maar dan loopt men elkaar in de weg. En dan gaat dat uiteindelijk niet goed. Kopbal van Oostinje. Op het middenveld dan. Wissel legt klaar, geeft mee. En dan overtreding op Corporaal. Een stevige overtreding. Maar de Jong, die had al geel. En dit was zijn tweede. En dus mag hij voortijdig het veld verlaten. Zitten we in de extra speeltijd, de 95e minuut. En dan is het 9 tegen 10. Dus een goede actie. Uitstekend weggedraaid daar. Maar de reactie van Van Willigen is goed. Van de Kreken was het met het schot. Sam van de Kreken. Dan nog maar eens een poging vanuit de tweede lijn. Lukt ook niet. El Idrissi ziet het fout gaan. Dan is men weg. Dan is men heel snel weg met Van der Werp. Is het de overtreding van Van Willigen? Ja, een overtreding. En dan krijgen we weer een strafschop. Van Willigen krijgt geel. En Wissel mocht eerder ook al een strafschop nemen. Als we inmiddels in de 98e minuut zitten. En dan mag Daniel Wissel weer achter de bal plaatsnemen. Van Willigen, het is dezelfde hoek die Wissel pakt. Het is zijn derde van de wedstrijd, maar heel belangrijk. 3 punten voor ASWH in de wedstrijd tegen GVVV.
En iedereen, echt iedereen, wil dan op de foto met Daniel Wissel. Want hij is de man uit Hendrik Ido Ambacht die ongelooflijk belangrijk is.